heet Martin de Boer. Ik werk in LA, in Los Angeles, als stunt performer. Heel boeiend, uitgebreid, superleuk vak. Waar al mijn hobby's die ik maar heb in terugkomen. En heel veel spannende dingen mag doen die en er betaald ervoor krijgt ook. Er zijn wel opleidingen die je kunt doen. Maar grappig genoeg, mensen die opleidingen doen, die worden vaak door de filmindustrie een beetje vermeden. Omdat het niet genoeg is om echt te kunnen werken in de filmindustrie. Van jongs af aan heb ik altijd in de vechtsport getraind. Heel intensief. Eigenlijk altijd met een achtergrond van ik wil in films werken. En destijds wist ik nooit dat het stunts zou zijn. Dat leerde ik later pas, dat inderdaad stunts het onderdeel is waarin je het meeste van die dingen kunt toepassen. Tenzij je een actieheld wordt. Dus ik hou heel erg van vechtsporten. Dat is een hele grote hobby van mij. Maar ook alle buitensporten, zoals bergbeklimmen, fietsen, mountainbiken, auto's rijden met de racetrack. Alles wat een beetje wild is en snel en je spannend is. Dat, en gevaarlijk. En gevaarlijk. Ja, en het schappen zegt gevaarlijk, maar het is inderdaad wat. Ik zie dat niet als gevaarlijk, maar gewoon als wat. Zeg ik, dat is gaaf. Krijg je een beetje een kick van. Dat is toch de associatie die je hebt met stunts. Daar hangt een risico aan. Dat is inderdaad waar. En veel mensen denken inderdaad stunts van, dat is heel erg roekeloos. Dat is vaak de associatie die mensen bij, als je stuntman hoort of van, je bent stuntman. En ze, ik zeg dan liever stunt performer, want het is veel, het is een performance, het is een art. En de oude generatie is misschien wel veel meer als gewoon doen, boom, knallen en weer opstaan. Kijk wat er gebroken is. En, kijk eens, ik heb weer een gebroken neus op mijn kaak, die zit omgekeerd. En nu is het veel meer, ik schrijf het beste altijd, het is het ultieme niveau van risk management. Om zo goed mogelijk uit te denken van hoe kunnen we dit aanpakken. Doordenken zodat we 10 keer achter elkaar kunnen doen zonder dat er iemand geblesseerd raakt of het ongelukken gebeuren. Want ja. Niemand kan zich dat meer veroorloven. Want je zei al stunt performer, dat is dan wat je doet qua werk. Ik zag ook staan op jouw naam stunt coördinator. Ja. Daar kan ik me wat bij voorstellen. Is dat zeg maar wat je gaat doen op het moment dat je lichaam op is en dan ga je andere mensen vertellen hoe je stunt moet doen? Er zit natuurlijk inderdaad wel een beetje een opbouwende lijn in. Je kunt dit niet tot je 50ste doen. Dat zou, ik ken wel mensen die inderdaad. Ik heb net een film met Arnold Schwarzenegger gedaan. En hij heeft een stunt double die hij al 20 jaar heeft. Omdat hij ook op hem moet lijken een beetje. Dan kan je niet de jongen van 20 heeft heel te maken inderdaad. Je moet natuurlijk wel gewoon fysiek moet je lijken op de acteur die je dabbelt. En je moet. Het helpt heel erg als je gezicht er ook een beetje op lijkt. En, wie dabbelde jij dan? Josh Holloway. Jongen van die in Last gespeeld heeft. Ja. Dus je moet wel een beetje de juiste postuur hebben. En hij doet het al 55, of nee, hij is 55. Dus hij doet het al heel lang voor Arnold Schwarzenegger. Maar uiteindelijk is het leuk als je stuntcoördinatie kunt doen. Het is weer het uitdenken en het choreograferen, het opzetten van alle stunts. En maar ook second unit directing. Heel veel stunts worden vaak second unit opgenomen. Omdat het is een specialisme en dat kunnen ze tegelijkertijd met een first unit doen. Dus het is weer bespaar je tijd. En, second unit directing is dan weer de volgende stap. Dus er zit inderdaad wel een mooie lijn op van je begint ergens en je kunt ook gewoon een beetje doorleven en een carrière opbouwen. Nou ben je in Nederland ter gelegenheid van Banshee, een nieuwe HBO-serie die ook op HBO Nederland draait. The duties of Banshee County Sheriff, the office of which I now enter, and that I have no knowledge of any circumstance, past or present, that would disqualify me from the assignment of this office. Nieuwe serie waar heel veel actie, drama, spanning in terugkomt. Jij bent verantwoordelijk voor de actie, neem ik aan? Ja, ik heb Anthony Starr. Alle stunts voor hem gedaan en hem getraind en alle andere acteurs getraind voor de vechtscènes die erin zitten en alle acties die erin voorkomen. Is dat over de hele linie dan? Omdat aan de hand van al die interesses van jou waar je over vertelde, omdat je ook over autorijden en ik neem aan dat er ook het nodige valwerk bij komt kijken. Ja, inderdaad. Vallen. in Banshee vallen heel veel mensen continu. Zeker Anthony die
Die wordt continu uit zijn bed gesleurd en op de grond gesmeten. En is hij weer gevechten. En dan... Is dat iets waar je op voor kijkt? Want je zegt nu, hij wordt uit zijn bed gesleurd. En dan denk je van, als je aan stunts denkt, dan denk je vaak ontploffende gebouwen. En mensen die eruit springen en vliegen. Maar dat er veel meer werk zit achter een heleboel simpele shots in je serie dan wij denken. Ja, overal waar er een risico kan zijn voor een acteur. Zeker van een lead actor of een hoofdrolspeler. Staat er altijd een stunt double klaar. Want als er iets met de hoofdrolspeler gebeurt, dan hebben ze echt een probleem. Want de productie ligt stil. Dan kun je niet verder werken. Dus, en het is toch ook wel, als je geblesseerd raakt. Of als de hoofdrolspeler geblesseerd raakt. Dan, je moet nog 3 maanden. Dat werkt niet lekker. Dus er zijn heel veel kleine dingen. Inderdaad, hij valt van de tafel af. Oké, stunt double komt erin. Tenzij die het gewoon heel graag zelf wil doen. En er zit wel een limiet aan. Maar... Het zijn heel veel kleine dingen waarvan je denkt van... God, dat had ik nooit verwacht dat er stuntmensen zijn. Hè? Er is bijvoorbeeld een achtervolging door een straat heen. Daar heb je al gauw 20 stuntmensen. Want alle auto's die gewoon het verkeer creëren, dat zijn allemaal stuntmensen. Want het moet een vast tramien zijn, het moet een vast traject zijn. Omdat degene die er tussendoor rijdt, moet wel zeker weten dat niet iemand per ongeluk op zijn rem staat of naar links gaat. Want dan hebben we wel... Dat is wel echt een kunst. Dan gaat het wel naar de verkeerde kant op. Zijn er veel verschillen voor jou als je werkt aan een film of aan zo'n serie als Banshee tussen tv en film? Normaal is er is wel een verschil. Like, tv in over het algemeen is de budgetten zijn vaak wat kleiner over het algemeen en ze hebben een veel strakker schema waarop je gefilmd moet worden. Vaak is het 6 of 7 dagen per aflevering. Een aflevering is dan 30 tot 45 minuten en soms ook een uur. Dus dat betekent dat je in die 7 dagen moet je een uur gefilmd hebben. Of niet een uur gefilmd, maar een uur aan materiaal hebben wat je tot een aflevering kunt editen. En voor een film is dat soms 30 dagen voor een uur. Dus dat is al een heel groot verschil. Het voordeel van HBO is omdat ze zelf hun producten financieren. Het is bijna zeg maar een tv-serie met filmkwaliteit. Daarom zie je ook de grote regisseurs zoals Martin Scorsese die Boardwalk Empire heeft geregisseerd. Juist omdat ze die kwaliteit willen hebben. En dus nu ook filmkwaliteit crews en regisseurs aan boord brengen om dat die kwaliteit te behalen. En dat zie je met Banshee ook. Er zitten alle regisseurs die meegewerkt hebben, dan allemaal topregisseurs die gewoon uit de filmwereld komen en gewoon films gemaakt hebben. De crews ook, stuntteam ook, zelf ook allemaal grote films gewerkt. Dus je brengt een heel andere expertise er naartoe, waardoor het hele niveau gewoon omhoog gebracht wordt. En dat is mooi van HBO, omdat ze gewoon dat financiële achtergrond hebben, dat kunnen ze er veroorloven. En dan krijg je een mooi product. En hoe raak jij betrokken bij zo'n project? Is het voor jou hetzelfde als de acteurs? Doe je auditie? Of hoe gaat het in zijn werk als stunt? Het hangt er soms vanaf. Sommige projecten doe je inderdaad auditie voor. Het is een netwerk afhankelijke industrie. Ik heb de stuntcoördinator waarmee ik gewerkt heb voor Banshee. Net daarvoor had ik aan Star Trek meegewerkt met hem. En, De nieuwe, darkness. Ja, klopt. En hij ging door naar Banshee en zei, ik wil weer met jou werken. En je bent een goede double voor de hoofdrolspeler. Dus. Zoals het hoort in LA, gewoon netwerken. En het is heel erg inderdaad netwerken. En ik zit in een team wat heel veel werkt. En waar alle coördinatoren gewoon grote projecten doen. Dus we spelen elkaar continu door van, ik heb hier een klus. En, zo worden de meeste projecten inderdaad, krijg je. Ja, want ik zag wel ook best wel wat grote namen staan tussen de projecten die er nog aankomen. Ja. Wat je zelf al zei, Star Trek Into Darkness, daar was je stunt double weer, geloof ik. Ja, van Benedict Cumberbatch. Ja. En die de nieuwe Percy Jackson, zag ik staan. Klopt, ja. Komt volgens mij ook volgend jaar. Ja, het zijn wel de grote blockbuster films, dus... Volgens mij, dat netwerken, dat gaat wel goed inmiddels in LA. Ja, ik heb echt het heel geluk gehad om... Ik kwam via een tv-serie bij een groep jongens terecht... die gewoon aan de top van de stuntwereld zitten. En die zagen mijn kwaliteiten en mijn talenten. En die zeiden, we willen hier eens uitproberen. En dat heb ik voor hun geauditeerd. En dat, voor ik wist, was ik een heel seizoen met die aan het werk. En zo is dat weer doorgegroeid naar allerlei andere grote projecten. En zou dat ook iets zijn wat als het aan jou ligt, leidt naar een rol niet als double, maar ook gewoon als actieheld, bij wijze van? Ik kan,
Het leuke is, heel veel stuntmensen doen inderdaad... spelen heel veel kleine rolletjes. Daarom, je ziet, ja, ja. Maar dat heb jij ook al gedaan. Ja, inderdaad. Zelfs in Nederland. Zelfs in Nederland, in Amerika, een tv-serie, een aantal paar kleine rolletjes gespeeld. Dat was een belangrijk hoogtepunt natuurlijk, een rol in Goede Tijden. Goede Tijden, ha, chique idee. Ja, het internet verhult niks meer. Ja, nee, precies. Goede Tijden was mijn allereerste inderdaad, ja. Het is leuk, veel kleine rollen waar al actie bij zit eigenlijk, die... In plaats van een acteur te casten die dan een stuntdouble heeft, zoeken ze nu vaak mensen, stuntmensen die kunnen acteren. En die dus gewoon beide rollen op zich nemen. En op die manier kun je gewoon, het scheelt de productiegeld. En het is gewoon een stuk makkelijker voor productietechnisch om het te schieten. Ja, maar dat lijkt jou zelf ook dus wel wat om die kant op te gaan. Als het gebeurt, het maakt mij eigenlijk niet uit. Ik hoef geen held voor de schermen te zijn. Een nieuwe Jackie Chan te worden. Ja, dat als het gebeurt is het mooi. Maar het is niet iets waar ik... Ik vind het werk wat ik nu doe heel erg leuk. We zijn heel erg creatief betrokken bij de processen. Het ontwerpen van de acties. Samenwerken met de schrijvers. Choreograferen. Acteurs trainen. Dus het is onwijs veelzijdig. En ja. Als ik inderdaad dan ook voor de camera mag spelen. Nou, leuk. Ik ga dat inderdaad niet in de weg staan. You will suffer every single day you are here. En tenslotte, is er op de set van Banshee al een keer iets goed misgegaan qua stunts? Of heb je überhaupt ernstige blessures opgelopen in je carrière? Tot nu toe ben ik nog wel heel erg veilig. Ik heb wel hier en daar wat blessures gehad. We gebruiken heel veel computergestuurde winches. Het zijn machines die... Zo'n katrol is katrol die supersnel je kunnen vliegen door de zaal heen, door de lucht. En soms gaat er wel eens wat fout. Gaat het iets te snel? Ja, het ging niet te snel, maar de computer maakte een noodstop. Terwijl ik nog vloog met 50 km/u. En dan werd ik... Boom. En wat was de stuk? Mijn sleutelbeen die zat niet meer op zijn plek. Maar goed, dat is met de juiste behandeling weer helemaal goed. En dus, maar tot nu toe ben ik altijd... Kleine schrammetjes en blauwe plekken, dat heb ik mijn hele leven al gehad. Dat hoort erbij. En op de set van Banshee is tot op heden ook nog Banshee helemaal niks uit de hand gelopen. Nee, we hebben een hele veilige set gehad. De meeste dingen hebben de acteurs ook zelf kunnen doen. Omdat het ideale is als je de acteur zelf in actie kunt zien. Want dat gelooft het publiek zelf. Dan zien we de held zelf de stunt uitvoeren. En normaal het oude verhaal is van, hij springt door het raam heen, we zien het gezicht van voren. En op het moment dat hij springt, boom, dan draaien we om en zien de achterkant waardoor hij door glas heen breekt. En dat zal dan wel steeds een stuntman blijven, maar veel vechtscènes. We besteden nu heel veel tijd aan het trainen van de acteurs. Juist omdat ze het dan zelf kunnen doen, zodat het er gewoon ook veel geloofwaardiger uitziet. In plaats van dat je denkt dat het de acteur is. Want mensen die snappen het langs wel. Het idee dat stuntmensen gebruikt worden, iedereen begrijpt dat nu zo langzamerhand wel. En denkt, oh ja, het is gewoon een stunt double. Maar nu inderdaad, als we de acteur het zelf zien doen, denk ik, oh, wacht even. Hij doet het nu zelf. Dan wordt het interessant. Dan wordt het interessant, ja. Ja. Dus dat is het mooie ervan. Oké, dan. Nou, hartstikke bedankt. En we gaan ons best doen je hier en daar stiekem toch te spotten in Banshee. Ja, leuk. Nou, graag gedaan. Ik hoop dat je het me ziet.